Van de intensieve dag. Nou, gewoon niet komen. Het was op terugweg ook een beetje misselijk. Van het auto rijden. Je hebt helemaal zo, hè? Ja. Vergeleken met de vorige dracht is ze nu veel zieker. Een tijdje dat ze even niet wilde eten. Maar beetjes. Is een beetje misselijk, hè? En terug moest je spugen, hè? Ja. Hé? Ja, wat denk je? Kun je het zo hebben? Ik denk het wel, hè? Gelijk een kale buik. Het is gelijk geschoren natuurlijk voor die echo. Dus jongens, spannend. Ze denken de vier, maar ik was stom gezicht. Hier hele dot en dan hier helemaal niks. Fruitje gaat dit ook wel weghalen dan. Hè? Is dat zo raar? Hm? Ja, voor de pupjes is dat wel. Voor die babypupjes is het dadelijk goed. Kunnen ze de melk goed vinden, hè? Ja. Helemaal in coma. Vandaag ook voor het eerst vanavond dat ze toch goed gegeten heb. Ik dacht, nou, daar gaan we. Ze is toch weer gestipt spuren in de auto. Ja. Maar nee. Ze heeft aardig gegeten, gelukkig. Ik moet nou meer eten, hè? Ja, volgende week. Eind volgende week, dan moet ze extra's gaan krijgen. Maar dan heb ik ook lekkere moes, haal ik dan. Wat hij ook voor de puppen doet. Dat krijgt zij ook. Dus jongens, we gaan een spannende tijd tegemoet. Het is nu alleen maar kroelen, kroelen, verwennen. Maar dat doe ik normaal ook. He? Want we zijn niet verwend. Totaal niet. He? Spannende tijd, jongens. Ik heb er zin in. Zeker nu ik zelf er ook eentje ga nemen. Eruit. Dus ik heb met drie mensen, als het goed is, hè, vier. Ik heb met drie mensen blij maken. Nou ja, vier. Ik word er ook blij van. Ja, ik word er ook blij van. Dus het is voor mij nu echt dubbel spannend eigenlijk. Je weet dat je er ook eentje houdt. Ja. Maar ik maak echt een sprongetje nou. Komt allemaal goed.